Nou, en tante Wil zelf heeft eigenlijk nog het langst geleefd. Tante Wil heeft nog heel lang geleefd. Maar tante Wil heeft op een gegeven moment heeft ze suikerziekte gekregen. En suiker... Ja, kende suikerziekte, Hanny? Kende dat? Heeft er iemand in jouw familie suikerziekte? Nee? Oh, gelukkig, hè? Want anders had het zelf ook gekregen, hè? En, ja, want mijn vader heeft het. Grote kans dat ik het krijg. En suikerziekte klinkt altijd nog wel als een leuke ziekte, vind ik. Suikerziekte. Hè? Dat je denkt, als ik een ziekte uit zou mogen kiezen... Was er iets met suiker bij? Doe me die maar. Maar toch is dat niet zo, hoor. Want wat bijvoorbeeld kan gebeuren met suikerziekte... Kunnen bijvoorbeeld ineens blind worden. Ja, kunnen ineens blind worden. En niet eens tijd om mijn eigen hond uit te zoeken, dan ben je al blind. Ik vind die wel leuk. Huh? 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 Zo snel kan het gaan. En wat er ook kan gebeuren, dat is ook zo vervelend. Hoe tenen kunnen er afvallen. Krijg je wel een kleine waarschuwing, worden ze eerst zwart. En van de zwartweg er niet af kunt wassen. Dan moeten ook niet te hard proberen. Oh. Nee, dat is vies. Maar ja. Nee, dat vind ik zelf ook. Maar als je dan een beetje oplet met wat je eet, dan is suikerziekte eigenlijk best onder controle te krijgen. Alleen ja, dat deed tante Wil niet. Tante Wil die bleef maar gewoon taartjes eten en roomlippen. En op een gegeven moment, ja, roomlippen. En ja, daar zijn kadetjes mee vanillevla. En ja, dat vond zij lekker. En toen moesten alle twee haar benen eraf. En dat wou ze niet. En dan hoefde het niet. Dat vond ik toch raar? Ja, ik wil het niet, nou dan doen we het niet. En ik wist helemaal niet dat dat een optie was. Maar je kunt ook gewoon nee zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, ik snapte tante Wil wel waarom dat ze dat niet wou. Want tante Wil had twee hele mooie benen. Nou, mooi apart. Hele aparte benen. Want tante Wil had vroeger de Engelse ziekte gehad. Ja. Dus tante Wil, haar benen kwamen wel onder haar rok vandaan. Maar uit twee totaal verschillende richtingen. Ik kon niet geloven dat er ooit nog samen ging komen onder die rok. Is ons wel beloofd, maar moeilijk voor te stellen. Maar dat vond ik toen wel dapper trouwens van tante Wil. Dat zij dat gewoon durfde te zeggen. Dat zij gewoon durfde te zeggen, nou ja, ik wil niet meer. Ik ben nog helemaal alleen over. Ik wil niet helemaal een ander leven meer. Maar daarmee wist ze dat ze dood zou gaan. Maar dat vond ik toen zo sterk. Dat ze dat gewoon durfde te zeggen tegen al die adviezen van de doktoren in. En ze geloofde ook heel erg in God. Dus ze zei, nou ja, daar ga ik dan naartoe. Dus ze gaf zich eigenlijk gewoon over aan, ja, aan God.